inhoudt dat we de draad weer gaan opvatten. Bij een 1-1 ruststand gaan we beginnen aan de tweede helft van deze wedstrijd Rotterdam Ahoy tegen Limburg. De finale van het zesde minivoetbalseizoen. Muziek is bijna het veld af, zoals u ziet. Basisopstellingen staan klaar. En als ook de laatste tandsmariekjes eraf zijn, dan mag de bal uit de cilinder die nog net boven in uw beeld te zien is. Maar dan moet hij er ook echt uitkomen. En dat gaat nu gebeuren. Riedijk, die wint de sprint. En dan neemt het zekere voor het onzekere terug op de keeper. De indruk dat de Limburgers nu wat meer gaan jagen. Gezien het feit dat ze ineens twee man voorin hebben. Damsma aangespeeld voor Rotterdam Ahoy. Hij is een van de weinige mensen in de zaal die een keiharde paas geeft over een grote afstand. Damsma. Geblokkeerd Gerard Hoenen en hij heeft behoorlijk pijn. Maar veel tijd om echt pijn te lijden heeft hij niet eens. Getoucheerd Gerard Hoenen. Een corner. Bouwman achter die bal. Riedijk. En weggehaald. Dat is onzuiver gedaan, hoewel. Goed opgelost Gerard Hoenen. En dan een hele lange in de richting van Kiers, die mist. Damsma. Bruis. Met weinig aanbod. Riedijk. Hij wil er langs, komt er langs. Hij doet dat heel erg snel. En dan komt Riedijk wel op, maar is gedekt. Kiers, oh, maar net naast. Goed gevoetbald. Damsma. Bruis. Bouwman met een man voor zich. Heigelen om precies te zijn. Wat kan dit worden, vraag je je af. Damsma. Nog geen gat. Dit is zinloos heen en weer spelen. Het verplaatsen van het probleem. Bruis komt niet in de schietpositie en zal terug moeten. En daar komt de opkomende man. En hij was vreselijk hard en hij was ook gericht. En weer is het Gerard Hoenen die te langzamerhand onderdelen van zijn lichaam begint kwijt te raken. Bruis, hard en gered. En gelijk een aanval, een tegenaanval. Oftewel een counter. Een counter. En dat is raak. Uitstekend gedaan. Het is de nummer 5. Leen Kiers die Hans in die Klaas geen kans geeft. Kiers scoort 2-1 in het voordeel van Limburg. Goeie redding en nog een redding. Het spel gaat door, maar wordt afgefloten. Bouwman is gewond, maar mag ook op de strafbank gaan zitten. En dat is ongetwijfeld omdat hij opmerkingen maakte tegen Kees de Bruin. Het spel gaat door, ondanks het feit dat Bouwman nog niet eens uit het veld is. En dat is wat typisch natuurlijk. Hoenen, numerieke meerderheid voor de Limburgers, die moeten daarvan profiteren, dat is duidelijk. Hoenen, Hermans, Hoenen. Ja, die bal circuleert wel, maar er gebeurt eigenlijk niks. Hè? Diverse gaten worden toegedekt. Terwijl deze Frans Bouwman een tikje gefrustreerd op de strafbank zit. Hermans. Heigelen, Hoenen. Hij kan schieten. En een goede redding van Hans Sint-Nicolaas. Dit is Hoenen.
Kiers, onzuiver. En zo verstrijkt de tijd. En zit Frans Bouwman nog steeds op de strafbank. Naast Gerard Hoenen. Maar de pressie blijft van Limburg. Riedijk aangespeeld. Wat gaat hij doen met de bal? Komt hij daar langs? Hij maakt wel tempo, maar verliest tenslotte die bal. U ziet dat in beeld. Hermans. Hoenen biedt zich aan. En er kan nu geschoten worden terwijl Sint-Nicolaas al op de grond gaat liggen. En dat moet een keeper in de zaal natuurlijk nooit doen. Schoen uit zelfs. Hier bij Heigelen terwijl Frans Bouwman het veld weer ingaat. Vier tegen vier zijn er weer. Hermans in een heel moeilijke positie ten opzichte van het doel. Maar dit is beter. Geblokkeerd Jan Bruijs. Een inrol dus voor de Limburgers die de pressie overeind houden. Gestopt. Sint-Nicolaas. Die zijn hoofd door het gat stak. En dat weet ook. Jan Bruijs. Die bal is voor Arie Damsma, die is lang. En dat is niet erg handig van Jan Bruijs, die een eigenlijk heel aardige kans laat lopen. Willy Venhovens. Dat is een corner en voor de Limburgers de derde. Het doelstrafschopgebied moet ontruimd zijn als bij het cornergebied, en dat was niet het geval. Inrol voor Rotterdam hoor. Jan Bruijs aan de bal. Sluis, Van der Sluis aan de bal zelfs. Rotterdam hoor speelt zonder echte spits. Tenzij Arie van der Sluis dat zou moeten zijn. Inrol voor Arie Dijk. En weer gaat die bal buiten. Van der Sluis. Polderman het veld ingekomen. Buiten uw beeld. Snelle poging van Arie Riedijk. Maar de combinaties blijven uit bij Rotterdam hoor. Dat is eigenlijk beter verzorgd bij de Limburgers. Dat was een aardige opzet van die aanval. Van der Sluis in een moeilijke positie. Komt hij daar langs. Hij doet er van alles aan. En houdt die bal nog steeds in zijn bezit. En dan komt dit niet al te beste schot. Een inrol voor Rotterdam Ahoy wordt dit. Agitatie op de bank. En wel bij Rotterdam Ahoy, dat staat immers achter. Hans. En weer schiet Maarten Polderman op het hout. Het is zijn vierde of vijfde keer. Ik heb de tel niet bijgehouden. Het is natuurlijk wel sneu voor zijn jongen. Dat zal duidelijk zijn. Gerard Hoenen. 3-2 is de situatie, maar... De numerieke meerderheid voor de Limburgers is alweer weg. Waar gaat Venhovens heen? Terug naar Frans Keurgen. En zo blijft die bal in bezit. Al is het niet het mooiste wat denkbaar is. Van der Sluis. En hij komt en hij scoort! Een dubbelteller! En dat betekent dat Rotterdam. Die 2 Van der Sluis heeft de koelbloedigheid om Frans Keurver schitterend uit te spelen. En dan ook nog met het hoofd te scoren. Ja, dat is 3-2 in het voordeel van Rotterdam. Ahoy! Een penalty voor de Limburgers, de vierde corner namelijk. En ik meen dat het Gilbert Heigelen is die achter die bal zal gaan. En ik moet zeggen dat hij een redelijke kans heeft om te scoren, omdat het nou juist niet de specialiteit van Hans-Nicolaas is om penalties te stoppen. Hij scoort! En daarmee is de stand uiteraard op 3-3 gekomen. En dat is eigenlijk een goede afspiegeling van de verhoudingen hier in het veld. Ja! En dat is in ieder geval een vrije trap. En de nummer 3. Heigelen die gaat het veld af. Maar dat kon niet uitblijven natuurlijk.
Er zat wat acteren bij van der Sluis, was mijn indruk. Maar het was hoe dan ook een zware overtreding. Polleman die dit keer geen hout raakt, maar beton. Zelfs boven de wielerbaan. Gilbert Heigelen op de strafbank en hij kijkt niet vrolijk. Bouwman die daar een voet probeert tussen te krijgen, maar Hoenen die de bal heeft. En dat is uitstekend gezien van deze Gerard Hoenen. En nog maar net gered, goed gered natuurlijk, door Hans Sint-Nicolaas. De eerste corner voor de Limburgers van de nieuwe serie. Hoenen. Merkwaardig, de Limburgers in de aanval met een man minder. Ja, zo kan het ook. Als je de wedstrijd op de helft van de tegenstander speelt, dan ben je in een 3-3 situatie, maar je loopt risico's natuurlijk. Polderman. Redding van Curver. Zij het moeizaam. Vic Hermans, terwijl Riedijk probeert te redden. En het is een goal! Het is een goal! Vic Hermans scoort 4-3. En het is 4-3 voor de Limburgers, terwijl Gilbert Heigelen lachend op de strafbank zit en daar moet blijven zitten. Erg knap om met een man minder te scoren. En weer een redding van Frans Curver die daar een knie tussen krijgt. Polderman. Curver en weer is die bal weg. Rotterdam houden in moeilijkheden. 10 minuten en 7 seconden gespeeld. 4-3 stand voor Limburg. Polderman. Het gaat wilder worden wat Rotterdam Ahoy doet. En dan wordt het natuurlijk ook altijd slechter. Maar het moet gezegd. Het is... Oh, wat een kans. Wat een kans. En nog één. En hij is voorbij. Goed gewerkt. Schitterend gewerkt zelfs door de sfeervoetballer Hermans. En dat is goed gered door Arie Riedijk. Sensatie in die tweede helft. Corner voor Limburg, de tweede. Nou, dat is een mogelijkheid. Te wild, Gilbert Heigelen. Maar hij was het voetbal even ontwend. Misschien vanwege die strafbank. Van der Sluis. Riedijk, dat lukt niet. Hij is buiten geweest, dat is duidelijk. En dat ziet ook Lau van Ravens, de scheidsrechter. Damsma. Riedijk. Corner. De tweede voor de Rotterdammers. De tweede. Bouwman dicht bij een doelpunt. En hij probeert nu, als ik het goed heb, om Gerard Hoenen door het gat te schieten. 1 tegen 1 situatie, 3 tegen 1 situatie zelfs. En dat is een goede interceptie van Damsma. Die alleen doorgaat. En dat is een goal. Schitterend ingeleid door Arie Damsma. Bouwman scoort. Het is 4-4. Schitterende goal. Werkelijk uitgespeeld. Mogelijkheden weer voor Bouwman, maar dat zal niet gaan. Curve de bal. Schitterende tweede helft. Moeizame en gelukkige redding van Hans Sint-Nicolaas. Verdeker aan de bal. Bouwman aan de bal. Riedijk aan de bal. Hij krijgt hem niet onder controle, hij krijgt hem wel onder controle, maar wat kan hij doen nog? Frans Curve lag al op de grond en dan verspelt hij de bal. Damsma, balbezit. Het was weer zijn harde paas. Een time-out en ik heb de indruk dat het weer de Limburgers zijn die willen praten. En ik kan me dat levendig indenken. Hans Rooijakkers gaat met zijn mensen in de slag. Dat is de bittere waarheid is dat, hè? Hey, allemaal die brede paasjes, brede paasjes, inkomen paasjes. Ik heb de indruk dat er toch enige paniek in de Limburgse gelederen optreedt. Er wordt wild gepraat tijdens een time-out en dat kan nooit de bedoeling zijn van zo'n onderbreking. Het moet juist een moment van rust zijn. Bal nog niet omlaag, er wordt wel ingelopen. Nu is hij dan wel weg. Verdeker daarbij. Maakt eigenlijk Hens.
Maar het wordt niet bestraft. Gilbert Hegelen. Fenhovens. Hij zou kunnen schieten. Dreigt, maar doet het niet. Hegelen. En weer Hans-Sint-Nicolaas die zeer agressief kiept. Goed kiept. Damsma. Riedijk. Fenneker. 4-4 stand, 12 minuten en 54 seconden gespeeld. In tegenstelling tot de gewone wedstrijden in de pools bedoel ik. Even kijken wat Bouwman hiervan bakt. Ja, uitstekend van Riedijk. Damsma komt op en dat is meestal gevaarlijk. Maar de tempo is eruit. Fenneker. Het is voorlangs, hij was wel hard. In tegenstelling tot de gewone wedstrijden in de pool wordt deze wedstrijd bij een gelijke eindstand eerst verlengd 2x5 minuten. En pas als het dan ook gelijk is. Het is een goal! Het is een goal! Het is Willy Fenhovens. Schitterend gedaan. Opgezet naar Hermans. En daar heeft Hoenen het gezien. Fenhovens scoort 5-4. Niet door het gat. Hoenen neemt hem aan. En Hans-Sint-Nicolaas, die die bal dan maar wegkopt. Er zijn nu erg veel ballen in het veld. Dus dat gaan we overdoen. Niettemin, Limburg leidt na 13 minuten en 50 seconden met 5-4. En mijn verhaal over dat eventueel gelijk eindig is voorlopig prematuur. Damsma aan de bal voor Rotterdam Ahoy. Fenneker. Dat is niet Gogen. De bal gaat dan uit, maar het zou een counter kunnen inleiden. Zo'n geblokkeerde bal. Daar moet altijd iemand achter zitten natuurlijk. Bruis aangespeeld voor Rotterdam Ahoy. Bruis weer met Hoenen bij zich. En dat valt niet mee, want die speelt erg goed. Goed geblokkeerd. Uitstekend gedaan van Hegelen. Hoenen. Goeie paas op Kiers. Fenhovens, de man van die goal. De laatste goal. En dan heeft Limburg even tijd. Hegelen. Kijk eens even. Als hij hem aanraakt, Kiers, dan hangt hij. Fenneker. Damsma. Met één man voor zich, Hegelen. En die speel je niet zomaar uit. En dat is Van der Domme. En vooral daarom, Kiers. Hij pleegt een hoog gemiddelde te hebben. Een schotgemiddelde. Maar hij faalt nu. Dat is duidelijk. Bruis. Zeer moe, zo te zien. Maar nog wel in staat om een mannetje uit te spelen. Damsma. Die kan nog niet zo moe zijn, want die is te weinig in het veld geweest. Redding van Frans Curver, de derde voor Rotterdam Ahoy. Dus ze zijn dicht bij een penalty. Schitterend gedaan van Frans Curver. En dan ook nog zo'n prima uitgooi erachteraan. Gerard Hoenen de bal. Fenhovens. En hij komt er niet langs. En dat gebeurt eigenlijk ook maar zelden dat Arie Damsma wordt uitgespeeld. Bruis. Damsma met Hoenen voor zich. En dat durft hij niet aan. En die wordt geblokkeerd, zegt Rotterdam Ahoy. Maar nee, zegt Kees de Bruin. En het was ook inderdaad uitgelokt. Bouwman in een onmogelijke positie ten opzichte van het doel. Maar dat hebben we vaker meegemaakt, Ben. Het is een beetje lukraak wat Limburg in deze fase van de wedstrijd doet. Maar ze leiden dan ook en willen graag winnen. Trouwens, even lukraak is het optreden. Een corner, de vierde. Even lukraak is het optreden van Rotterdam, hoor je, wilde ik zeggen. Damsma achter die bal, hij kan hem hard inschieten, maar hij zal hem ook omhoog moeten inschieten. Damsma achter die bal, uiteraard omdat Riedijk gefaald had in eerste instantie. Scoort hij, dan is het 5-5. Maar zo'n goaltje is klein als hij ervoor staat. Hij scoort! Damsma 5-5.
Hij gaat er gelijk uit. Riedijk erin. Alle creativiteit in het veld. Nou, alle is ook wel overdreven. Want op de bank zit ook nog wat bij Rotterdam, hoor. Gilbert Heigelen in deze wedstrijd die gelijk dreigt te eindigen. Jacques Veres. Redding van de initiatiefnemende Hans Sint-Nicolaas. Hoene. Goed gewerkt van Polderman en hij is eruit, zegt Lau van Ravens. En dan herstelt Lau van Ravens zijn mogelijke fout. Riedijk. Bruis. Polderman. Van der Sluis. En als ik Bob Jansen, de coach van Rotterdam, zou zijn geweest, dan zou Damsma er op dit moment toch echt in gestaan hebben. Polderman. Hij schiet. Ja! Hij scoort! Eindelijk niet! Eindelijk niet! Leggen het hout. Hij scoort 6-5. Maarten Polderman. 6-5 in het voordeel van Rotterdam Ahoy. En dat zou beslissend kunnen zijn, maar die Limburgers die laten zich niet kisten. Die zijn in deze competitie, deze zesde competitie, bij herhaling teruggekomen. En ik houd het niet voor onmogelijk dat ze dat ook deze keer zullen flikken. Hoene in balbezit. En wat is het onterecht van Bob Jansen dat hij geen verdedigertje erbij neemt. Bal is uit. Frans Curver, hij heeft haast uiteraard. Met nog goed 2 minuten te spelen. Bijna 18 minuten gespeeld nu op dit moment. Limburg in de aanval, uiteraard in de aanval. Een redding van Hans Sint-Nicolaas. En er zal een verre uitgooi moeten komen. Hij komt ook wel, maar hij is onzuiver. Goed werk daar van Vic Hermans in deze fantastische finale. Met wisselende kansen en een zeer wisselend scorenverloop. Reprimande voor Hans Venneker. Heigelen naast. Anderhalve minuut is er nog te spelen. Terwijl Hans Sint-Nicolaas die bal niet meer wegkrijgt. Gerard Hoene, Limburg dat alle risico's neemt. Echt met 4 man naar voren gaat. Arie Damsma zal het veld nog inkomen. En dan een slechte uitgooi van Hans Sint-Nicolaas. Geblokkeerd, Hans Venneker. Hoene, mogelijkheden voor Jacques Veres. Een goede actie, een goede combinatie, maar geen goal. Nog een minuut te spelen. Een kleine minuut zelfs. Jan Bruijs heeft de bal en hij heeft geen haast meer. Sterker nog, hij gaat een man uitspelen. Frans Bouwman. Die natuurlijk die minuut wil uitspelen in balbezit. En hij slaagt aardig tot nu toe. Hij gaat langs die achterlijn, want dan kan eigenlijk Limburg alleen maar zijn bal uittrappen. Maar hem ook overnemen. Prima gedaan. Venneker daartussen en een redding van Frans Curver, schitterend gedaan. En geen Rotterdammer die meer haast maakt. Nog minder dan een halve minuut. En dan is Rotterdam voor de tweede maal in successie trouwens. Nee, niet in successie, maar voor de tweede keer in hun bestaan. Houder van de minivoetbaltrofee. In 1978 hadden ze hem ook. Damsma. Een beetje lukraak, nog 9 seconden. Nu zal er geschoten moeten worden door Limburg. Ja, dit kan niet meer. Bal uit. Nog 2 seconden, nog 1. En het is de vijfde. Rotterdam Ahoy wint met 6-5 deze finale. Maar een eersaluut evengoed aan de Limburgers die er een schitterende partij van hebben gemaakt. Vreugde in het Rotterdamse kamp uiteraard. Lau van Ravens, de scheidsrechter erbij. Een feestje van Arie Damsma, Frans Bouwman. En hoe ze allemaal verder ook heten, Sint-Nicolaas. Jan Bruijs, Riedijk, Verderker, Polderman, Van der Sluis, Damsma en Bouwman. Die hebben het geklaard in deze zeer spannende en eigenlijk ook best fraaie finale.
Goede prestatie. Ik zeg het nogmaals ook van de Limburgers. Die voor een zeer goede show hebben gezorgd. Nou, dan gaat uiteraard nog net even buiten uw beeld Bob Jansen op de schouders. Daar gaat hij. En dat is eigenlijk best aardig. Dan zijn we toe aan de huldiging van de winnaars. Dat zal een duidelijke zaak zijn. Ik zie buiten uw beeld de ballenmeisjes, de ballerina's van Fortuna Delft, korfbalvereniging, met bloemen klaarstaan. Ik zie Dick van Bommel zijn colbert dichtknopen. Hij heeft de minivoetbaltrofee beschikbaar gesteld door Voetbal International in zijn hand. Ik zeg er nog maar even bij dat we ook volgend jaar zullen minivoetballen in een iets andere opzet. In oktober krijgt u op uw scherm trouwens alweer een wedstrijd te zien. De kampioen, dat zal Rotterdam Ahoy zijn dus, tegen een All-Star team. Een selectie dus uit alle ploegen die dit seizoen hebben meegemaakt. Dick van Bommel overhandigt de minivoetbaltrofee aan Bob Jansen. En dan uiteraard de felicitaties voor de overwinnaars. Kusje, enfin, u weet hoe dat soort zaken gaan. De bloemen omhoog en veel applaus hier achter me. Maar daar zitten dan ook de Rotterdamse supporters. Ik geloof dat we zo langzamerhand moeten gaan afsluiten. Ik zou nog kunnen gaan vertellen wie al die goals heeft gemaakt. Maar het zijn er eigenlijk te veel. 11 goals in totaal. En daarmee is de zaak bekeken. Rotterdam Ahoy, minivoetbalkampioen van Nederland in het seizoen 79-80. En toch nog een ererondje van de Rotterdammers over de wielerbaan. Maar u maakt dat wel mee, u ziet dat toch wel. Maar of ze het echt af gaan maken, dat is mij niet helemaal duidelijk. Ik geloof dat ze dat wel gaan doen, toch? Nou, dat is dan een ererondje voor een publiek dat toch al een beetje op weg is. Een beetje op weg, wat heet. Publiek dat op weg is naar de uitgangen. Want die mensen moeten nog naar huis, naar een enerverend avondje minivoetbal. Maar wij laten het hierbij. Ik geef u terug aan Hilversum vanuit een zeer dankbaar en opgetogen Sportpaleis. Ahoy, goedenavond.